Goedemiddag, wat leuk dat je weer bij mij aan tafel schuift. Ik heb iets gemaakt en het lijkt een boek. Het is een boek, maar het is een beetje aangepast. Het is een vrij dik boek. Volgens mij heb ik de maten wel opgegeven aan het begin of straks. Ik maak het natuurlijk en daarna maak ik dit stukje film. Maar het is een boek om je plaatjes, ephemera en dat soort embellishments op te kunnen bergen. En ik zal hem even opengooien. Dan kun je het zien. Ik heb allemaal tabbladen gemaakt. Die heb ik beplakt met papier. Voordat ik er allerlei... Daarvoor heb ik er allemaal plastic vakjes op genaaid. Dus het heeft best wel wat tijd gekost. En dan kun je daar je plaatjes in bewaren. Je embellishments, je ephemera. Wat je ook maar wil. De achtergrond, zoals dit, komt uit het boek. Dus dat heb ik wel weer hergebruikt. Dat vond ik wel leuk. En de plaatjes niet. Had gekund, misschien. En hierachter is mijn Tim Hots afdelingtje. Nou, er zit toch al wat aardig wat in. Maar het is bij lange na nog niet vol. Want ik gebruik dus niet alleen maar vorige koude ephemera. Ik gebruik ook plaatjes die ik vind. En ik heb net dit eerste vakje ongeveer leeg gehaald. Er zitten er nog een paar losse in. Nou was het wel goed om te doen. Want dan kon ik ook een hele hoop weggooien. Waarvan ik dacht, wat ga ik hiermee doen? En die vind ik wel leuk, een helm. Maar een oude pot, ja, ja, ja. Weet je, kom weg. Toch? Dus dat heb ik gemaakt. Het is dus een vrij dik boek. Hij is 7,5 centimeter hoog. Dik. En voor de rest is het ongeveer A4. Ietsje groter. Aan de kaft doe ik niks. Omdat, ik vond het een prima kaft. En je kunt bezig blijven. En als jij wil weten hoe je zoiets kan maken. Hoeft niet zo groot te zijn. Maar als je het toch wil weten, kijk dan met me mee. We beginnen met een boek. En dit is een vrij groot en heel dik boek. Hij is zo'n ruim 7,5 centimeter breed. En dus ook zo dik. En hij is A4 groot. 29,7. En bijna 23 centimeter breed. Deze heb ik gevonden bij onze Albert Heijn, onze mini-bibliotheek of onze gratis bibliotheek. En het is een prachtig boek hoor. Er staan allerlei oude krantenartikelen in en die ga ik ook gebruiken voor dit project. Is de bedoeling. Maar ik ga de pagina's wel uit het boek snijden. Dat doe ik een beetje voorzichtig. Met een stevig Stanley mes. Want ik wil heel graag dat het de rest van het boek in orde blijft. Ik ga de andere kant even lossnijden. En dan zijn we terug. Een leeg boek wat we weer gaan vullen. Met iets anders. Maar deze mag heel even aan de kant. Want dan hebben we de inhoud. En die gaat als cover dienen. Voor wat stofmappen van Atlanta. En die zijn te groot, zoals je ziet. Ruimschoots. Dus die moet ik even op maat gaan snijden. Ja. Dus die ga ik op de punten waar de tabs nog goed uitgelijnd zijn, ga ik ze aan de onderkant afsnijden, een paar centimeter. Ik gebruik 4 tabs die hier oppassen. En dan kan ik deze niet gebruiken. Want die past hier niet op. En als ik hem omdraai, dan opent hij aan deze kant. 5 setjes. Dus die ga ik op maat snijden. En ik haal steeds aan de onderkant dus het gewenste afstandje eraf. Behalve bij... Nou, misschien dat het ook bij deze lukt, bij die 4. En anders moet ik daar aan de bovenkant wat afhalen.
En is die breed genoeg? Dit gaat uitsteken. Dat wil ik even checken in het boek. In hoeverre dat kan en mag. En dat is best een heel eind. Dus wat ik ook ga doen. Is aan deze kant er wat afhalen. En een scoorlijn maken zodat die dan door de midden gaat. Maar ik zal eerst even op maat snijden. Dan kunnen we dat met z'n allen doen. En anders wordt het te veel in één keer. Wat denk jij? Ik pak even mijn snijapparaat erbij. De breedte van het tapblad, als ik hem dus overlangs heb liggen, moet 29 centimeter hoog zijn. Dus ik heb hem afgetekend op 29 centimeter. En daar snij ik hem op af. En dat doe ik allemaal, dat ze allemaal 29 centimeter hoog zijn. Zo. En als ik dan bij de vierde ben, ga ik even kijken of ik daar extra maatregelen voor moet nemen. Dus dan zie je mij terug. Ik ben bij het vierde tabblad. En dat gaat zonder problemen. Dus dat scheelt. Dus die kunnen we ook eenvoudig zo afsnijden. Maar hier zie je dus dat ik het vijfde tabblad kwijt zou zijn geraakt. Als ik dat erin gebruikt had. Voilà. Ik ben nog niet klaar, maar dan weet je dit. Ik pak even het boek van Sinterklaas erbij. En die is 23,1 centimeter breed. Breder dan 23 centimeter mag die niet zijn. Ik moet hem op 23 centimeter afstrepen. Aan de binnenkant. 2,6,5. Ja. Millimeter geneuzel. 2,6,5. Dus daar moet hij op gescoord worden. Dus van de eerste scoorlijn, dat is deze scoorlijn. 2,65 centimeter die kant op. Ik moet het namelijk 20 keer doen, hè. Dus ik kijk of ik hem hier kan vinden. Nou, dat is mooi. Dan ligt hij op de 8 hier. Dat komt dan weer heel fijn uit. Dus die scoorlijn heb ik nu gemaakt. En de rest. Dit stuk. Moet er dan vanaf. Maar dan heb ik straks een filefolder. Die in mijn boek past. Dat ga ik even testen. Dat is dus veel te veel eraf, zie je dat? Wat is er nou misgegaan? Maakt niet uit, ik ga het nog een keer proberen, maar dan goed. Goed, ik ontdekte wat ik fout had gedaan bij de eerste. Die had ik op 22. Vanaf hier naar daar afgemeten en niet op 23, wat de bedoeling was. Dus vandaar dat we dus één foutje hebben. Handwerk. Ik heb ze allemaal op maat gesneden. En ik dacht van misschien heb ik er niet genoeg. Dus ik was al bezig met wat van die bladen zonder tabblad nog een beetje maat snijden. Die alleen op hoogte aangepast hoefde te worden. Maar ik ben een beetje onder de indruk van het feit dat als ik het zo in het boek prop, dat hij hem aardig vult. En er komt natuurlijk nog het een en ander in, hè? Laten we wel wezen. Dus ik hou het hierbij. Dan gaan we verder met het volgende deel. Voordat wij de binnenkanten gaan beplakken. Want zo zien ze er natuurlijk niet mooi uit, hè. Pakken we het grote boek van Sinterklaas erbij. Dan gaan we kijken of die een beetje op maat zijn. Natuurlijk niet. Oh nee, deze sowieso niet natuurlijk, want dat is de eerste. En deze ook niet. Maar daar doen we wat aan. Ik ga die op maat snijden. En daarna gaan we de vakjes in doen. Dat gaat nog even wat tijd kosten. Dat is een kwestie van een pagina wat je wil. Ik ga hier dus het uithalen. En ik denk dat ik mijn geboortejaar erbij ga zoeken. Want dat vond ik wel een leuk idee. En dat is 1974. Januari. Ik weet niet of dat hele leuke berichten zijn. Maar dat maakt niet uit. Ik wil gewoon nieuws uit mijn jaar erin. Dus ik ga 74 eruit snijden.
En netjes doen. Dus ik heb een voorkant, een binnenkant, nog een binnenkant en nog een binnenkant. Dus per folder heb ik 4 pagina's nodig. Pak ons Stanley mes erbij. En we snijden de pagina's heel voorzichtig af. Ik ga ze nog niet opplakken. Ik ga ze alleen op maat snijden. Voor mij wordt het een vrij lang project. Ik weet niet hoe dik jouw boek is, maar dat kan ook nog best een aardig projectje worden. Ik heb in ieder geval de eerste op maat gesneden. Dan kan ik namelijk straks door. Dan snappen jullie wat ik moet doen, wat we moeten doen. Dus ik heb januari op de voorkant. Dan heb ik maart straks aan deze kant. Mei aan deze kant. En juli aan deze kant. En nu gaan wij om ervoor te zorgen dat wij geen achterkantjes zien van de flapjes, de vakjes. Gaan wij de flapjes, vakjes hierop naaien. En niet op het dubbele gedeelte. Want dan, als ik het hierop zou naaien, A zie ik dan het lelijke Atlanta. En B ga ik natuurlijk ook door de achterkant. En waarvan ik niet weet waar het vakje komt. Dus als we het hierop naaien, dan erop plakken. En dat voor de achterkant ook doen. Nou, dan ziet het er volgens mij netjes uit. En wat we gaan doen is, ik heb van die L-mapjes. Je hoeft je niet rekening te houden met die randjes. Want we gaan geen envelopjes maken. We gaan gewoon vakjes maken. Dus hoeveel gaan er hierop? 1. Ik ga hier 2 lange opmaken. Of 3. Misschien. Laat je zo even zien. Zo. Ze zullen niet helemaal recht zijn, want je ziet dat het plastic een beetje meebeweegt. Swap. Ik knip in ieder geval vast de zijkanten eraf. En dan gaan we kijken hoe lang ze kunnen worden. En ze moeten natuurlijk toch een beetje naar beneden. Je ziet dit niet zo goed, maar hier zit mijn vakje. Dan heb ik hierboven wat ruimte om een ephemera stukje uit te laten steken. En gooi deze nou niet weg, want die kun je weer gebruiken als 2 kleinere vakjes. Dus dan doen we er hier 1. En zo leer je nog eens wat over je eigen geboortejaar. Ik wist wel dat Patricia Hearst ooit ontvoerd was. Maar waar ik achter kwam, is dat ze eigenlijk nooit ontvoerd was. Dat het een vooropgezet ding was. Want ze was wat rebels, blijkbaar. Nou, dan ga ik dit erop naaien. Dat ga je zo dadelijk zien. Dat doe ik even off camera. Want ja, dat maakt zo'n lawaai. En hij staat daar. En het wordt een beetje lastig om dat voor de camera te doen. Nou, als voorbeeld heb ik dus 4 pagina's gemaakt. Dat snap je wel. En dan kom je erachter dat je dus je vakjes op de voorkant op januari had willen hebben. Goed, het was het eerste tabblad waar het misging. Dus dan kan dat ook nog wel even misgaan. Why not? Maar zo komt het dan uit te zien. En ik weet niet of je het kan zien. Ik zal hem even wat dichterbij halen. Maar hier lopen dus naadjes van vakjes. Zie je die streepjes? Ik zal ook een paar gekleurde maken voor later. Kijk. Ik heb hier niet zo heel veel van, maar ik heb een rode, een blauwe en een groene, dus dat vind ik dan wel weer leuk. Dus dan is het misschien duidelijker te zien, maar dat wilde ik niet direct al op het eerste blad doen. En dan hebben we deze natuurlijk nog. Dan is het een kwestie van lijm, lijmspatel. Dan gaan we alles erop lijmen. Dus ik haal deze er even uit, zo, 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 voordat het verkeerd gaat. Niet dat het uitmaakt natuurlijk, want uiteindelijk komen er allemaal plaatjes voor. En dan zie je toch niks, niet zoveel van de tekst meer. Maar tot die tijd, ik gebruik hier een soort houtlijmvorm van de Action. En dan pak ik mijn spateltje om de lijm, zeker op de randen, goed verspreid te krijgen.
En dan pakken we de eerste pagina. Ja. En die duwen we er dan van zo op zijn plaats. We kunnen hier nog overheen met een rollertje. Want dan maakt de lijm goed contact. Zo. En zo ga ik het hele boekje doen. Ik zal even wat erin doen. Dan kun je het zien. Even kijken, heb ik iets wat afgeknipt is? Nou, hier heb ik wat plaatjes. Kijk. Dus de bedoeling is dat er zo dus plaatjes in komen. Die zal ik wat mooier uit gaan knippen dan. Dus ik ga door met maart. En ik ga door met deze hele stapel. Daar heb ik nog niet alles voor op maat gesneden. Want anders raakte ik maar in de war. Zeker met deze eerste. Ja, die is kleiner dan de rest. Laat mij in ieder geval dit katern even afmaken. En dan zien we elkaar daarna terug. Nou, dat neemt even wat tijd in beslag. En nu kan ik natuurlijk direct naar de vintage foto grijpen. Maar ik zou ook eens kunnen proberen een distressed randje te kunnen geven met distressoxide. Peeled paint. Dus het eerste katern is nu af. We hebben hier nog één fotootje in zitten. Een plaatje. Ik ga verder met papier op maat knippen en hier vakjes op naaien. Als ik klaar ben om het in te binden, dan kom ik bij je terug. En toen ik, geloof ik, de derde file folder aan het maken was, ben ik afgestapt van het beetje inkten van de randen. Want op de een of andere manier was ik daar niet helemaal happy mee. Dus ben ik begonnen om elke file folder rand een leuk kleurtje te geven met wat washi tape. Dus daar heb ik de randjes mee gedaan. Dus dat is een verandering. Een andere verandering is, en ik zal het er even helemaal bij pakken, dat ik een hele stapel op maat had gesneden. En ik heb er nu nog 8 over. Ik was zo bezig. Jeetje, ik moet er echt veel maken nog. 24. Maar toen kwam ik erachter dat als ik, en het zijn er 12, volgens mij 2, 4, 6, 8, 10, 12, ja. Als ik er 12 heb, dan zit mijn boek al redelijk vol en dan zit er nog niks in. Ja, wat moet je dan? Dan moet je stoppen. Zo ziet het eruit met alle washi tapejes om de rand. Het zijn van die hele smalle tapejes. Uiteindelijk ziet het er vooralsnog zo uit. En deze hebben we samengemaakt. En hier zie je nog wat van het groene distressoxide. En hier zie je ook dat ik wat gekleurde plasticjes begin te gebruiken. Die had ik nog. Voordat we dat gaan innaaien, had ik nog een idee. Ik heb wat voor mijn werk wat van die oude, ja, van die pocket inschuifdingen meegenomen. Die projecten zijn klaar. Nu wilde ik deze op de kaft hebben. Dus duidelijk gezien moet ik ze nog even op maat snijden. Nou, dat is zo gedaan. Ik ga ook dit stuk er even van afsnijden. Zodat ik alleen maar een rand over heb wat ik erop kan lijmen. Zo. En dan wil ik dit natuurlijk nog even bedekken. En wat wil nou? Mijn boek. Dit vreselijk dik boek heeft natuurlijk deze nog. Dus die kan ik er zo op plakken dat het lijkt alsof het doorloopt. Althans, dat is de bedoeling. Eerst ga ik deze even op maat snijden. Ik heb ze op maat gesneden. Maar hier begint natuurlijk al een probleempje zich voor te doen. Want de schijf gaat die kant op en ik wil eigenlijk een pocket hebben waarin ik het zo kan schrijven. Dus wat ik doe, mocht jij dit ook voor handen hebben, dan pakken wij ons mesje.
Oh nee, dat is wat anders. Hockeytool. Messietool. Goed. Dus, dan kunnen we hem straks in ieder geval zo. Veel beter. Die past helemaal goed. Ook aan deze kant. Dat eraf knippen. En dan knip ik hem hier op die lijn. Tot daar ongeveer. Knip ik dat eraf. En dan doe ik hetzelfde. Bij deze. Behalve natuurlijk aan deze kant. Het gaat erom dat ik niet, als ik wat erin schuif, ook nog de rode achterkant terug wil zien. Vreselijk veel. Dus dit kan er straks zo op. En dan pak ik dit boekje er weer bij. En scheur ik voor en de achterkant vanaf. Dat ik de volgorde wat aanpas. Ik ga de pagina's erin plakken. Dan plak ik deze hier bovenop. Zo. Als het droog is, dan snij ik hem hier af. Dan plak ik deze hoek hierop. Dan wordt ook wat ik heb gebruikt om de bladen erin te naaien, wordt ook weer bedekt. En dan plak ik mijn envelop erop en als het goed is, loopt het dan heel mooi door. Dus om het inbinden voor te bereiden, heb ik een stukje karton nodig. Dit vond ik bij een tweedehands winkel. Dit is heel dik karton. Het mag wel wat dik zijn. Maar het hoeft ook niet vreselijk super dik te zijn. Die dan. En die is eigenlijk grotendeels op maat. Ik ga de rug even maken. Die ga ik twee keer maken. Eén op een papiertje en één keer met een kartonnetje. Dus hij wordt in ieder geval al zo breed. Hoog. Niet breed, maar hoog. En dan maak ik nog eentje, maar dan een papiertje, want dat wordt mijn templateje. Ik ben bezig met mijn template en het heeft even wat rekenwerk gekocht. Ik weet niet hoe ik je dit moet uitleggen in die zin. Het ligt natuurlijk gewoon aan de breedte van jouw ruggetje straks. Maar wat ik heb gedaan, is ik heb mijn 7,4 centimeter spine, die hier precies tussen past, heb ik door 2 gedeeld. Want dan weet ik waar het middenpunt ligt, dat is 3,7. En dan ben ik gewoon gaan proberen, als ik op 0,5 mm van de kant af ga, kan ik dan 6 pagina's hier naast elkaar vastnaaien straks. Dat kan. Maar als ik bij 0,7 ga, waar kom ik dan uit? Nee, dan val ik van het templateje af, dus dat heb ik weer uitgegumd. En toen dacht ik, nou, dan ga ik naar 0,6. En dat past. Maar bij mij is het dan wel zo, en dat is misschien voor jou in de toekomst ook een leuk idee, als je dus vanaf je middenpunt 0,6 uitmeet. Ik zal straks inzoomen. Dan kun je dat beter zien. Kom je hier terecht. Maar als je dan van je middenpunt naar die kant 0,6 uitmeet, kom je hier terecht. Dan heb je een heel groot stuk hier in het midden wat niet gebruikt wordt. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb het eerste stapje, dus voor het eerste blad, 0,3 gedaan. En van daaruit heb ik 0,6 gemeten. Dus ik leg nu mijn liniaal op het middenpunt. Meet 0,3 centimeter uit. En dan kan ik hem elke keer 0,6 opschuiven. Dat vind ik wel het makkelijkste. Dan hoef ik ook niet te tellen. Waar moet ik heen? Hoe ver moet ik nog? En zo maak ik wat markeringen waar straks mijn tabbladen moeten komen. Dus dit is middelpunt, dus 1, 2, 3, 4. Dus ik heb er nog 2 nodig. Dit is nummer 5. En dit is nummer 6. En dan zijn ze mooi uitgelijnd. En dan kan ik dat aan deze kant ook gaan doen. Dus ik doe het middelpunt. Dan ga ik lijnen trekken. Deze kant op. Dus ik ga alle markeringen met elkaar verbinden. Ja. Ik heb weer een brommer langs. Dus als ik terug ben,
Dan heb ik alles met elkaar verbonden en heb ik alle streepjes gemaakt. Dan zijn we er nog niet helemaal. Kun je het een beetje zien? Dan ga ik het midden van de lengte uitrekenen. Nou, ik weet dat het mijn papiertje is 29,2. Dus het midden is 14,6. Zo. En dan leggen wij dan verbinden wij die puntjes weer. Normaal zet ik even kruisjes, maar ja, nu weet ik waar de kruisjes zitten, ook als ik ze gewoon door doe. En je ziet dat ik niet het midden heb gestreept, want daar komen we niet. En dan doen wij zeggen, even kijken, laten we zeggen 3 centimeter van de bovenkant. Zo, even hetzelfde. 3 centimeter van de bovenkant. We kunnen het natuurlijk ook allemaal gokken. Dus je straks, maar ik weet het niet. Zeker met zoveel van die tabbladen, met zoveel van die inhoud, vind ik het toch wel handig om het een beetje te spacen. Omdat ik weet dat ik goed uit ga komen. Dus dit is straks mijn templateje. Zo. En om de boel straks op zijn plek te lijmen, heb ik wat stof gevonden. Dit heb ik ooit bij een kringloopwinkel gekocht, dus vraag me niet wat het is. Het is rood aan de achterkant. En ik zit te bedenken, nu ik het uitknip, het is vrij dun. Het lijkt een beetje, het zou boekbinderslinnen kunnen zijn. Dus ik ga dit even op zijn plek lijmen. Het is allemaal voorbereidend werk. Of ja, het hoort er gewoon bij. Niet eens zozeer voorbereidend. Dan plak ik dit op zijn plek. Het ziet er aardig in het midden uit. Zo. Dit wordt straks de bovenkant. En dan heb ik nog een klein stukje gewoon verband. En dat ga ik er een beetje zo. Systematisch oplijmen. Dat hoeft niet heel veel lijm. Ik weet niet wat dat is. Dat gaat erop. Dan krijg je straks een leuk ja, flubbertje aan de bovenkant en aan de onderkant. Dus dit mag even drogen, want als ik het omdraai, dan plakt het natuurlijk aan mijn ondergrond vast. Dan heb ik hier aan de voorkant wat markeringen gemaakt waar mijn templateje tussen moet vallen. Dat heb ik gedaan door eventjes dit op het kartonnetje om te vouwen. Want het moet wel op de goede plaats zijn. En dan gaan we gaatjes prikken. En dat doen we op alle, ja, hoe noem je dat? Cross points. En daar komen straks alle tabbladen. En ik heb er een oude muismat onder liggen. En als je denkt dat hij er niet goed doorheen gaat, dan help je het even. Allemaal. Van boven, deze rij en deze rij. En dat is ook de reden waarom ik ze vast heb geklemd. Zodat ze dus op hun plaats blijven liggen terwijl je daarmee aan het friemelen bent. Dan heb ik mijn tabbladen. En bij mij wil ik ze graag op volgorde laten liggen. Want ze beginnen in 1974, mijn geboortejaar. En ze gaan door tot 1981, 5 jaar later. Dus ik wil wel zorgen dat ze op de goede volgorde blijven liggen. En dan klopt het ook met de tapjes. We gaan eerst even wat markeren. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je weet straks waar je een gaatje moet boren. Dus dan maak ik even een markering. En daar is dat templateje zo handig voor. Ik zet er gewoon een streepje of een dingetje neer. Waarvan ik weet, daar moet ik straks doorheen. Met dit mooie pokey tool. Ik heb daar een hulpmiddeltje bij. Zodat ik hier mooi makkelijk gaten doorheen kan steken. En dat ga ik bij allemaal even doen. En dan zijn we weer terug.
Als je eigen boekjes maakt, ik kan je zo'n ding aanraden. Ik heb deze bij Etsy gekocht. Time to Create heet die winkel. Volgens mij was die 15 euro. En hij was de investering meer dan waard. Dat was het voor het template. Pakken we deze erbij. Pakken we onze garen erbij. Ik ga even eentje kiezen die ik een beetje leuk vind. Bij het blauw ook. Dat is een soort wasdraad. Lekker sterk. En wat je nodig hebt is ongeveer iets meer dan 2 keer je pagina. En ik begin van achter naar voren. Dus we pakken er een naald bij. We rijgen dit er doorheen. En we beginnen met het boek openslaan. En we gaan naar de middelste gat. En ook door dat flapje wat je gemaakt hebt. Dan trekken we hem doorheen. Het eindje laten we naar buiten steken. Dus deze moeten we niet te veel wegtrekken. Dan zoek ik hier het volgende gat op. Het zou makkelijker zijn geweest als ik nog niet dat witte spul erop geplakt had, bedacht ik mij later. Dan had ik het gat makkelijker kunnen vinden. En dat witte spul had ik er altijd nog aan het eind op kunnen plakken. Hoe dan ook, ik kom er wel een keer. Ja. En dan pakken we dat gat. Ja, we er doorheen. Staartje van het draadje daar laten. Dan gaan we er nog een keer doorheen. Ik zou het mezelf nog makkelijker kunnen maken door over te steken. Maar dan moet ik er daar toch nog een keer doorheen. Dus als ik oversteek naar deze, direct, moet ik er nog een keer doorheen aan die kant. Maak ik me dan makkelijker? Want daar heb ik al een gat. Ik denk dat ik dat ga doen. Je kunt hier doorheen steken, van de achterkant weer naar boven. En hem dan dichtknopen. Maar wat je ook kunt doen, is oversteken. Helemaal naar deze kant. Die steek heb ik nog niet gedaan. Hier weet ik natuurlijk al ongeveer waar dat gat zit. Want hier heb ik al eerder doorgestoken. Zo. En wat dan belangrijk is, is dat je het draadje oversteekt. Dus dat je aan beide kanten straks een staartje hebt. Dan trekken we de boel strak aan. Even kijken of dit strak genoeg zit. Knopje. Daarom wil je draadjes aan beide kanten van die middendraad hebben, zodat je het knoopje makkelijk kan leggen. Goed, ik hoef maar 1 keer te friemelen om het juiste gaatje goed te kunnen vinden. En deze eindjes kun je, als je dat leuk vindt, eraf knippen. Ik doe dat. En je eerste poppenkart zit eraan. En zo ga ik er dus 12 doen. Maar goed, dat ga ik dus even doen. Daar ben ik nog wel even mee bezig. En jij ook, als je dit project ook zo groot hebt gemaakt als ik. Maar de eerste zit vastgenaaid aan de rug. Zodat we straks ook aan de buitenkant van het boek geen draadjes zien zitten. 12 stapbladen verder en ik ben weer terug. Gaan we het boek erin plakken. Want wat ik zei, we gaan daarna er nog wat overheen doen. En we gaan eerst de rug erin gooien. Dus ik ga eerst lijm hierin doen. En dit is nog steeds de Patex lijm. Houtlijm van de Action. Het werkt geweldig. Ik kan je wel vertellen, dit is ruimschoots volgens mij de tweede pot. En die andere had ik wel een keer gebruikt, geloof ik. Maar het was ook al een nieuwe pot. En dan ga ik hem een beetje positioneren. Nou ja, weet je, ik gooi hem erin en dan schuif ik hem een beetje. Want het boek is zo groot dat ik eigenlijk niet zo goed kan zien of die goed zit, ja of nee. Redelijk goed. Dan gaan we nu even dubbel vouwen. Dan gaan we kijken. En dan drukken we hem ook
een beetje aan. Ik ga hem ook gewoon de hele nacht laten drogen voordat ik er verder nog wat mee ga doen. Want dan is dat lekker goed vast. Doen we hier lijm op. Zo. Hij is wel zwaar. Ik wil wat lekker strak trekken. Zodat als ik er straks papier overheen plak. Ik trek het wel uit elkaar. Dit soort van linnen. Ik heb nog nooit boekbinders linnen in handen gehad. Dus ik weet niet of dat kan. En misschien is dat het helemaal niet. Maar het mag een beetje plat erop. Dan gaan we naar de andere kant. Doen we hetzelfde. En dan gooien we die erop. Doen we hier hetzelfde. En het belangrijkste is dat hij op de rug droogt. Dus morgen zien we hem terug. En dan zijn we echt bijna klaar. En dan kan ik er plaatjes in gaan doen. Goedemorgen allemaal. Dit is lekker droog. Ik ben nog niet aangekleed. Ik ga even de overige tabblaadjes met de groene distress oxide een beetje groen maken. Oh, de achterkant mag natuurlijk ook, hè? En even tussendoor. Ik ga nog wat van deze labels maken, maar dan groter, zodat ze op deze tabbladen passen. Die heb ik op dit moment niet en mijn printer doet het niet, dus ik moet ervoor naar de Staples. Dus dat wordt ergens eind deze week voordat ik daar weer tijd voor heb. Maar dan weet je dat. Dan gaan we verder met dit projectje. Het eerste wat ik ga doen is dit hierop plakken. Daarna snij ik dit gedeelte af. Dan plak ik dat gedeelte wat ik afgesneden heb eerst hierop en dan plak ik het pocket erop. En ik doe dat, denk ik, met wat lijmtape. Dus die ga ik er even bij zoeken. Snij ik deze er netjes af. En wat ik vannacht in bed lag te denken, als we deze nou een beetje schuin afknippen. En hier ook nog wat schuiner. Dan zien we daar zo min mogelijk van terug als we het vakje gebruiken. Dus deze ging als eerste erop. Dan komt hij er dus zo op te liggen. En dan zie je dat je dus hier wat tussen kan schuiven. En hier gebruiken we wat steviger lijm voor. En dan plakken we deze op zijn plaats. En dat ga ik aan de andere kant ook doen. Het zit erop, ook de achterkant, dus ik ga nu op zoek naar de plaatjes. Maar even voor jouw informatie, toen ik deze erop plakte, zag ik dat hier nog een best wel een rode rand van de folder zat. Dat vond ik niet mooi, dus dat heb ik gedaan. Ik heb nog wat washi tape gepakt. Een vrij kleurloze, prima, dan is hij een beetje wittig, daar zocht ik naar. Dus dat ga ik aan deze kant ook doen. Dus ik heb hier wat lijm zo, kun je dat zien? Waar ben ik? Daar.
Zo, oh, niet te veel. En dit is tacky glue. Helemaal langs de kaft gedaan. Dan plakte ik dat dus met een klein randje dat er nog overheen valt. Zo. Dat deed ik ook aan de onderkant. Ja, dan zie je dat gekke rode randje niet meer. Dus het zit er nu zo op. Je ziet hier de washi tape. Hier mijn kaft. En dan vouw ik het er zo op. En omdat het washi tape is, laat het natuurlijk vrij snel los. Op deze manier niet, want er zit een lijm onder. En dat doe ik ook eventjes hier beneden. Ik ga op zoek naar mijn plaatjes. Als ik een en ander erin heb gedaan, dan zie je me weer. Laten we het erop houden dat dit boek nog lang niet vol zit. Ik heb net één vakje met losse plaatjes opgeborgen, randjes afgeknipt. En ik heb mijn Tim Holtz Ephemera hierin gedaan. Dus we bladeren er even kort doorheen. Ik probeer het een beetje op te delen. Hier zitten wat schedels in. Klinkt dat raar? Ja, misschien. Maar soms heb je dat nodig voor Halloween. Hier zitten wat cypher-achtige gekke plaatjes in. Hier zit een beetje hedendaagse dingen in. Dit is allemaal mystiek. Dus tarotkaarten en allerlei dobbelstenen en stenen. Ik vind het interessante plaatjes en kan het gebruiken. Dus we bladeren er even doorheen. Wat voorwerpen. Kaartjes. Lege pagina's. Wat bijzondere gezichten. Bloemen. Ja, het er is nog ruimte, maar ik kan je vertellen, dit gaat prop en prop vol zitten. Diertjes, flow, postzegels, flow, dus dat hou ik een beetje bij elkaar. Geld. Nou, en speelkaarten. En dan komen we hier op het gedeelte van Tim Holtz-achtige dingen. En hier zitten alle hele kleine, itty-bitty dingetjes in. Echt zo inie-mini klein, dat als ik ze er los in zou doen. Ik zal ze even verspreiden, dan past het ook, oh, en dicht doen. Als ik ze er los in zou doen, dan zou ze overmorgen eruit gevallen zijn. Dus dat heb ik in een zakje gedaan. En dan kan ik het wel weer zien en denken, oh ja, ik heb ook nog die kleine dingetjes. En daar gaat het om, als je iets niet ziet, ga je het niet gebruiken. Voor de rest zit hier allerlei klein los spul in, niet al te klein. Maar allemaal van Tim Holtz. En zo kan ik er een beetje doorheen bladeren en kijken wat ik heb. En dan heb ik hier nog woordjes. Nou, die kunnen daar mooi in thuis verblijven. Is hij al dikker? Jawel hoor, redelijk. Ik denk dat hij nog wel een beetje gaat bulken. Ben ik bang. Dus ik ben blij dat ik niet meer tabbladen heb bekleed. Dus, dit is mijn, ja, vrij dikke boek waar ik allemaal plaatjes en embellishments en ephemera in zal bewaren. Ik zal aan het eind van de video nog wat close-ups plaatsen. Ik hoop ook dat je dit een leuk idee vindt en dat ik je heb geïnspireerd. Misschien ga je wel zelf zo'n boek maken. Je hoeft hem natuurlijk niet per se zo dik te maken. Ik dank je dat je naar deze video hebt gekeken en ik hoop je snel weer te zien.